Wat als Gods volk zou opstaan, levend in de wereld maar vanuit bijbelse, goddelijke principes? Wat als zij deze zouden toepassen in het dagelijks leven, levend in de wereld, maar vanuit andere waarden? Wat zou het betekenen in ons dagelijks leven, wanneer onze waarden gebaseerd op zijn woord onze levensstijl verandert, ons leven mooier en rijker maakt, onze daden impactvoller maken? Wat zou God kunnen doen door zo'n volk heen? Wat zou de impact kunnen zijn? Goedemorgen. Iedereen goed wakker? Ja, de tiende dienst is anders dan de 12 uur dienst, of is dat niet zo? Ja, is de 12 uur gezelliger? Stoot elkaar even aan, groet even iemand naast je, zeg even hey hoi. Of draai even om, zeg even mooi op z'n Drents. Mooi. Mooi. Het leuke is, dat kun je zeggen als je binnenkomt en als je weggaat. Het is gewoon mooi. Zijn die mensen wel eens in het noorden geweest? Ja, Assen ook specifiek. Groningen, Assen. Dat vind ik wel mooi. Ik zag dat in het eerste dienst ook. Dan zie je zo'n heel mooi filmpje van Erald, die daar gewoon op het plein staat. En dan word ik heel enthousiast, hè. 600.000 mensen. En ja, hier zit de Tweede Kamer en daar zit de rechtbank. En dan zit ik echt van, wat? Weet je, hoe zou zo'n filmpje in Assen uitzien? Help me even. Wat staat er dan achter me? Koe, Bartje hoorde ik net al, het beeld Bartje. Nou, die kent volgens mij helemaal niemand. En een koe. En molen. Weet je, maar weet je, ik hou van me. Ik ben God dankbaar dat hij ook mensen naar Assen stuurt. Want we hebben daar ook zendelingen nodig. En dat we ook vanuit daar mogen bouwen aan kerk. En daar ben ik heel blij mee. Het is een stad waar ik ben geboren, opgegroeid. Na mijn opleiding theologie. Toen ben ik naar Brazilië vertrokken. Heb ik een aantal jaren gewerkt. Toen woonde ik trouwens in Amsterdam. Dat is ook een beetje een randstad, toch? Nee. Ja, Den Haag is randstad en Amsterdam. Maar wat ik leuk vind. Dat is even een zijstraatje hoor. Dat is nog niet mijn preek. Maar dan kom je vanuit Assen. Als jonge jongen kom je in Amsterdam. En dan zat ik in de metro op weg naar de VU. Daar studeerde ik. En dan deed ik mijn krantje open en dan stond er iets in over de bouw van een nieuw pand in Amsterdam. Vlakbij WTC. En het was dan dat hele nieuwe ING-gebouw, wat leidt op een laars. Kennen mensen dat gebouw? Of is dat Rabo? ING, hè? Ja. Maakt niet uit, ik moet niet te veel merken noemen, hè? En ik deed mijn krantje open en ik zag dat net en ik kijk naar buiten en... Wat rempel? Weet je, ik ben gewoon midden op de plek waar het allemaal gebeurt. Ik las een artikel over dat pand en in één keer rijd ik er langs. Dacht ik, wauw, weet je, dat ken ik in Assen helemaal niet. Wanneer is Assen nou voor het laatst in het nieuws geweest? Ik weet het niet. Maar goed, ik hou van mijn stad. Ik hou van de mensen die er wonen. En hoe we de kerk daar mogen bouwen. En het is eigenlijk, als je door de jaren heen ziet, wat is nou 6 jaar? Het is eigenlijk niks. Maar als je dan nu bedenkt dat er elke zondag 70 tot 80 kinderen, alleen al in de basisschoolleeftijd bij elkaar komen. Dat ze een prachtig pand hebben gekregen, maar dat we er nu noodgebouwen bij moeten zetten. Om al die kinderen weer een plekje te geven. Fantastisch. En dat is wat we eigenlijk met elkaar doen. Dus ik eer jullie ook, jullie voorgangers, Erald en Mathilde, hoe zij ons helpen. Maar ook jullie als gemeente. En ik wil dat je daarvan bewust bent. De rol die je hebt als kerk ook. Van, het is niet alleen maar de kerk hier in Den Haag bouwen, maar jullie hebben als kerk, als gemeente, misschien kom je net binnen en denk je van, wauw, ik ook, ja, jij ook. Wij vanuit de kerk in Den Haag hebben een roeping, niet alleen voor onze stad, maar voor een land. En dat is heel anders denken dan alleen een roeping hebben voor je stad. Maar als God vertrouwen ziet, geloof ik, en als God ziet, weet je, dat mensen schouders onderzetten, dan vergroot hij die kring van invloed. En dan zegt hij van, hé, we gaan met deze kerk, gaan we niet alleen vanuit de politiek landelijk invloed uitoefenen, maar ook vanuit de kerk. En dan zie je kerk ontstaan door het hele land heen. En ik weet dat je af en toe daardoor je eigen voorgangers moet missen, want die zitten nu ergens in Midden-Limburg en in Os en de andere keer in Assen. En we zijn ook vanuit Assen nu in Groningen bezig. We hebben ons leiderstel uitgezonden. Het beste stel wat ik had. Nou ja, ja, de beste die ik had. Grapje hoor, je stemt de beste uit. En weet je, die starten naar een nieuwe kerk. En weet je, daar zullen ze ook tijd voor vrijmaken. Dus ik eer jullie ook als kerk. Dat je zegt van, hey, geef niet. Weet je, we bouwen samen kerken in dit hele land. En we eren onze voorgangers, we zetten ze vrij. We hebben een prachtig team hier, ook op locatie. Die gewoon Den Haag blijft bouwen. Dus fantastisch, mooi te zien. En eigenlijk, wat ik dan hoop met elkaar, wat we als CLC doen. Die vraag die Jezus stelde in het Nieuwe Testament, die houdt me altijd bezig. Van, hey, zal de mensenzoon, vraagt hij aan zijn leerlingen. Zal de mensenzoon geloof vinden als hij terugkomt op aarde? Weet je, dan denk ik erover na. Dan denk ik van, ja, dat wil ik bouwen. Ik wil geloof bouwen in levens van mensen, in mijn eigen leven. Maar gaat hij het vinden? Weet je, en wat is het geloof wat hij zoekt? Als je daarover nadenkt en naar je eigen leven kijkt. Dat is het doel van wat we als kerk doen.
We brengen mensen bij Jezus Christus, maar we bouwen geloof. Zal hij geloof vinden? Dan denk ik, weet je, het geloof wat wij bouwen is het geloof wat blijft staan, ook door stormen heen. Soms door tijden heen, of door kerken, of in levens van mensen, zie je dat geloof is geworden van, weet je, het is makkelijk om te geloven als je alles hebt wat je nodig hebt. Als je elke maand je hypotheek kan betalen. Als er gezondheid is in je gezin. Als je auto voor de deur, weet je, als het allemaal lekker loopt, dan is het makkelijk. Maar wanneer groei je het meest in je geloof? Op de momenten als het makkelijk gaat? Of de momenten dat we wat dieper zitten? Wanneer groei je het meest? Dat zijn soms de momenten dat we diep zitten. Dat we nergens anders naar uit kunnen, onze arm naar uit kunnen strekken dan naar Jezus Christus. En ik hoop met elkaar dat we als kerken geloof bouwen. Dat ook al bidden we en we krijgen het niet en we vragen ons af, God, waarom niet? En iemand anders bidt en die krijgt het wel. En we bidden daarom nog een keer en God geeft het jou niet. Dat je ondanks alles kunt zeggen, Jezus Christus, dit verandert niks aan mijn geloof in nu. Mijn geloof is gefundeerd niet op wat ik ervaar of wat ik beleef. Niet op wat ik denk of voel of wat ik denk wat ik nodig heb. Maar het is gefundeerd, weet je, op de rots, op een persoon. Een persoon die nooit verandert. Deze wereld in deze tijd zoveel verandert. Economieën veranderen. Banen veranderen, zekerheden veranderen. Maar er is één persoon die nooit verandert. En dat is onze Heer, Jezus Christus. Dus als we ergens ons geloof op bouwen, laat het dan op hem zijn. Amen. En laten we hopen dat als hij terugkomt, dat die dag komt. En als hij gaat kijken, hey, waar vind ik geloof? Dat hij hier in CLC Den Haag komt. En dat hij denkt van, wauw, hier zitten echt een stelletje vette mensen. Die geloven en die genieten. Amen. Gewoon ondanks alles. En dat is wat we bouwen in Nederland. En dan hebben we het over het thema. Divergent. En dan hebben jullie vorige week Dwight Dissels gehad. Wauw, Dwight Dissels van The Voice en van The Passion. En deze week hebben we Arnold uit Assen. Oh. En dan vraagt Erat ook nog, wil je spreken over Divergent? Ja, nou, moet ik een liedje zingen om het duidelijk te maken? Maar het is... Nee. Het is eigenlijk een prachtig thema. Die wij in Assen nog gaan hebben. Die gaan we nog hebben, maar het is helemaal om erover na te denken. Divergent. En dan kijk ik natuurlijk eerst naar mijn eigen leven. Divergent. Wanneer heb ik mij afwijkend of anders gevoeld? En dan ga ik helemaal terug naar het begin. Ik werd geboren en ik was de enige in mijn gezin met blond haar en blauwe ogen. En als je kind bent, dan denk je, ja, cool, weet je, ik ben lekker knapper dan jullie. Of juist niet, ik was een hele lelijke baby. Maar als je ouder wordt, denk je van, hey, je hoort wat meer over de bloemetjes en de bijtjes. Hey, pa, ma, weet je, hoe zit dat nou eigenlijk? Ik voel me een beetje divergent, een beetje afwijkend. En toen ik een paar weken oud was, wij gingen naar de kerk en daar werd ik als kind gedoopt. En dat is een heel leuk verhaal. Dat weten mijn ouders niet dat ik hier vertel, want dat mag ik niet nog een keer vertellen. Ik heb het één keer in Assen gedaan en toen kreeg ik, nou ja, een beetje, liever niet. Maar jullie mogen het horen. Ik werd gedoopt. En het eerste wat er dan gebeurt, is dan krijg je een doopjurk aan. Nou, als jongetje van 8 weken vind je dat natuurlijk helemaal niks. Dan denk je echt, kom op jongens, weet je, jurk? Heb je niet een pakje of zo, of iets anders? Vervolgens gingen zij in de auto zitten en ze gingen op weg naar de kerk. En ze hadden hun oudste kind, dat was mijn broer, hadden ze in de auto. Maar ze hadden het gevoel dat ze wat misten. We hebben de spullen bij ons. Oh, wacht even, we gaan naar de doopdienst. Ons kind. Ja, ik lag nog binnen. Dus nou, snel weer naar binnen, weer naar huis toe. De dienst gehad, de doop gehad. En toen kwamen ze thuis en toen keken ze nog eens even goed naar mij. En toen dacht ze van, hé, dat klopt Iris niet. Ja, hij had blond haar, blauwe ogen. Het is een mooi kindje. Ik was een hele leuke baby hoor, maar ik overdrijf een beetje. Hij heeft zijn doopjurk verkeerd om aan. Dus nadat ik een jurk om had, ze waren me vergeten ook nog verkeerd om aan. Dus ik voelde me afwijkend. Ik voelde me anders. Ik weet niet wat jij zou zeggen als ik jou vraag van, hey, noem eens een voorbeeld uit je leven waarin je divergent was. Nou ja, goed, daar gaan we het vandaag wat dieper over hebben. Vooral over de people kant. En het leuke was, het was heel leuk om dit woord voor te bereiden. Want er is gewoon een film van. Er is gewoon een film die heet Divergent. Normaal lees ik in de Bijbel, maar er is nu gewoon een film van. Mensen die mij niet kennen denken nu van, wat? Ja, ik heb ook de Bijbel gelezen. Maar die film Divergent is eigenlijk heel mooi. En ik wil er even een citaat uit noemen, of een quote eigenlijk. En daarin staat, Divergents, we do not fit the mold. En eigenlijk is dat exact waar we het over hebben. Hé, hey, we passen er niet in. Op een of andere manier. We zeggen niet dat we beter zijn dan anderen. Maar we leven volgens andere waarden. Andere normen. Als we het over de people kant hebben. Hé, hey, we houden van mensen. Dat betekent dat we een stapje verder gaan. Dat we soms tijd opofferen om er voor een ander te zijn.
Dat we soms met mensen omgaan waar we misschien van nature geen klik mee hebben. Maar hey, weet je, we zitten samen in de kerk, we zitten samen in de connect. En ik zoek alleen, niet alleen maar een groepje waar ik mij prettig bij voel. Ik zie mensen alleen staan bijvoorbeeld, ik stap op ze af. We gaan wat verder. Diverge betekent dat je leeft volgens andere waarden, andere normen. Waarvan mensen soms kunnen zeggen van, weet je, waarom doe je dat? Waarom steek je daar zoveel tijd in? Of waarom geef je dat? Of waarom maak je zulke keuzes in je leven? Diverge, weet je, do not fit the mold. Een andere heb ik ook, die komt hierna. En die is voor mij wat lastiger, dat probeerde ik in de eerste dienst ook, maar mijn Engels is niet zo heel goed. Want ik ben Portugees gaan studeren en toen ben ik mijn Engels kwijt. Dus nu praat ik Engels met een heel duidelijk Drents accent. Dus ik zei van, je snapt het zelf wel, maar ik moest het voorlezen van de kerk. Dus ik ga het proberen. Wat was dat ook alweer? Exhibit all five factions, because without all of them working together, we would not be successful. Dat is eigenlijk exact waar het om gaat. Als kerk zo verschillend. Ieder, weet je, allemaal groepen om zijn koninkrijk te bouwen. Maar elk, weet je, zo verschillend, maar het is allemaal zo waardevol. En dat kunnen we alleen doen als we samen zijn, als we het samenwerken. Dit is een prachtige quote uit deze film. Maar wat slaat ook op ons als kerk? Zo verschillend. Ook in hoe we met elkaar omgaan. Zo verschillende mensen, maar samen één kerk bouwen. Dat is wat we met elkaar doen. En ik geloof dat God zo'n kerk zoekt. Waarin we die verschillen respecteren en waarderen in elkaar. Het is zo makkelijk om te beginnen te oordelen over anderen. Het is zo makkelijk om neer te kijken op een ander. Of om te praten over anderen. Maar God zoekt een kerk die in eenheid samenwerkt. Ondanks de verschillen. Ieder op zijn eigen plek. Samen iets bouwen. Waar God zelf aan bouwt. Hij gelooft in zijn kerk. Hij heeft Jezus aangesteld als hoofd over de kerk. Weet je, dat maakt ons zijn lichaam. Als dat het plan is, wat volgens Efeziërs, dat je het plan om het evangelie, om de geheimenissen van God bij de mensen te brengen, dan is dat iets waar wij in mogen geloven. Zijn kerk, zijn lichaam. En heel verschillend, maar heel krachtig samen. Dus daar duiken we vandaag iets meer in. Laten we eerst gaan bidden, voordat we daar verder in gaan. Vader, dank u wel voor uw woord. Dat zoals we hier staan, Vader, dat we uw woord mogen begrijpen. Uw woord mogen eigen maken in ons leven. Dat we mogen beseffen wat het betekent om divergent te zijn. Heer, anders als het gaat over de people kant. Hoe we met elkaar omgaan, juist in kerk. Ik bid dat we als kerk een voorbeeld mogen zijn. Heer, voor anderen. Voor organisaties, voor bedrijven, voor gezinnen, families, waar dan ook. Heer, de manier hoe we met elkaar omgaan. Heer, vanuit uw liefde, vanuit de juiste bron. Zo zegen we elkaar. We zegen de andere kerken in deze stad. We zegen de andere CLC-kerken door het hele land heen. Zegen zo'n ieder. In Jezus' naam. Amen. Goed, Efeziërs 4, vers 20. Daar staat al, maar gij geheel anders. Gij het Christus leren kennen. Maar jullie moeten nu gaan leven als nieuwe mensen. Want jullie zijn van binnen veranderd. Jullie kennen nu de waarheid. Daardoor weten jullie dat je eerlijk en heilig moet leven. Dat is waarvoor God de mensen gemaakt heeft. Anders in Jezus. Divergent. We do not fit the mold. Waarom andere dingen worden belangrijk voor ons. We leven steeds meer vanuit Jezus wat hij wil voor ons. We hebben een paar dingen gehad. Joza liet het al even zien. Jezus centraal. Wij helpen mensen om Jezus te volgen. Daarbij vind ik het heel mooi om te noemen dat afgelopen zondag, als voorbeeld, was er gewoon een meisje van 17 bij ons in de kerk, in Assen. En zij komt niet uit een gelovige gezin, gelooft zelf helemaal niet. Maar iets in haar zoekt naar meer. Een meisje van 17 die zich al afvraagt van, weet je, is dit alles in het leven? Als ik ga werken, als ik carrière ga maken en dan een gezin, weet je, is dat alles? En zij zoekt naar de kerk en ze kwam in CLC Assen. En weet je, ze was zo geraakt. Na de dienst sprak ik haar. Ze was in tranen. Tijdens de dienst heeft zij haar leven aan Jezus gegeven. Nu zondag, nu is het weer geweest. De dienst is volgens mij al voorbij. Ik weet niet precies hoe laat het nu is daar. In de welcome lounge heeft zij nu de... Daar, ja, dezelfde tijdzone. Tenminste, dat denk ik. Dat zien we straks als we terugrijden. Maar weet je, heeft zij kennis gemaakt met je jeugdleiders. Maar dat is exact waar het om gaat. En ik hoop dat dat de drive blijft van ons als kerk. Die ene, de mensen... Dat ze beseffen, hey, weet je, we hebben iets belangrijks. We hebben iets, weet je, wat ons als kerk belangrijk maakt. Namelijk een boodschap die redding brengt. We geloven in de lokale kerk. Redding, weet je, eeuwigheid. Dus we brengen Jezus. Weet je, we helpen mensen Jezus te volgen. We leven voor zijn doel in plaats van voor onszelf. En jouw rol is belangrijk in het grote geheel. En vandaag dan deel 3. One another. Heb ik hem eigenlijk genoemd. All about people. One another. Weet je, ik heb het zo genoemd omdat ik ben gaan kijken naar hoe vaak het woord elkaar in het Nieuwe Testament staat. Of in het Engels, one another. Het is inspirerend als je daar met elkaar naar kijkt. Van, hey, hoe vaak
staat het in het Nieuwe Testament. En dan zie je dat daar in de Bijbel ons hele mooie opdrachten geeft. Zoals dien elkaar, zegen elkaar, help elkaar. Weet je, wees ervoor. Weet je, heel vaak staat het in het Nieuwe Testament. Dus wat we kort gaan doen in dit woord, als we hebben over de people-kant. Dat we gaan kijken naar one another. En als we zo helemaal naar het begin gaan van de Bijbel, de allereerste relatie, dan is dat de relatie tussen Adam en God. Dat is eigenlijk de bron. Daar begint alles mee. De eerste relatie die er was, is de relatie tussen God en de mens. En voordat ik ook maar ergens mee begin, weet je, wil ik daar beginnen. Dat is de allerbelangrijkste relatie. All about people. Weet je, als we dat vanuit God bekijken, het gaat God helemaal om mensen. Dus het zou raar zijn als het in de kerk niet helemaal om mensen gaat. Het is Gods hart. Hij heeft er alles voor gegeven. Zelfs zijn eigen zoon. Weet je, zijn zoon koos ervoor om naar de aarde te gaan, om te sterven voor ons. Op te staan, om ons leven te geven. All about people. Weet je, en dat was de eerste relatie. En dat is ook zijn verlangen, om op die manier met jou te leven. Hij kwam om die relatie te herstellen. En zoals God die relatie had met Adam, zo wil hij, weet je, dat zijn relatie op die manier met jou is. Dat is een eerste stap die we vandaag mogen zetten. Aan het eind van de dienst wordt er altijd een moment, weet je, wordt er een keuze voorgelegd. Een moment van keuzes maken. Het kan zijn dat jij hier zit en dat je eigenlijk zegt van, hey, dat is de keuze die ik nodig heb. Misschien net als dat meisje van 17. Weet je, is het al, ik begrijp nog zoveel niet. Maar het is een eerste stap, een eerste station. Er komt nog zoveel achteraan. We hoeven niet alles te begrijpen voordat we een keuze maken. Maar ergens heb je het gevoel van, hey, dit voelt goed. Weet je, ik wil een eerste stap zetten. Of misschien opnieuw. Misschien ben je afgedwaald door andere dingen in het leven. Weet je, afgeleid door drukte soms. En dat je zegt van, hey, dit is de allereerste relatie. En ik wil opnieuw, wil ik bij mijn vader kruipen. Weet je, wil ik Jezus centraal zetten in mijn leven. Weet je, dan bereid je vast voor op dat moment. Maar het is zo mooi om dat te zien. De allereerste relatie. Daarna de volgende relatie van familie was natuurlijk Adam, Eva en hun kinderen. Was ook wel logisch, want er was toch verder helemaal niemand op aarde. Dus dat was familie. Dan als je het Oude Testament verder leest, dan zie je dat familie stond voor het volk van God. Het volk Israël. Dat was samen familie. En dan heb je het Nieuwe Testament en dan zie je dat die kring nog breder wordt. Dat Jezus hem nog breder neerzet. Namelijk ieder die de wil doet van mijn vader. Wauw. Weet je, iedereen die gelooft in Jezus Christus behoort tot mijn lichaam, zegt hij. Dat maakt iedereen wereldwijd, naar welke kerk iemand ook gaat, onderdeel van die familie. Wereldwijd, die God aan het bouwen is en waar jij onderdeel van bent. En dat is eigenlijk het verlangen ook van het woord vandaag. Dat als we kijken naar het lichaam, familie zijn, dat we de kerk zien als familie. En we zijn niet perfect, maar het is geen enkele familie. En mensen hier in de kerk zijn niet allemaal perfect. Als je gaat meedraaien, weet je, in het begin kun je enthousiast zijn. En je raakt meer betrokken bij teams. En dan in één keer zie je dat jouw teamleider helemaal niet altijd zo aardig is zoals jij dacht. Of zelfs je voorganger. Nou ja, ik dan, hè. Ik kan het niet over Erald zeggen. Over mezelf. En weet je, mensen kunnen dan soms teleurgesteld raken. En denken van, hey, is dit het nou? We kunnen soms de neiging hebben om op te stappen. Weet je, dan maar niet in het team. Als het zo moet, dan hoeft het van mij niet. Of niet in je connect. Of mensen gaan op zoek naar een andere kerk. Maar wat ik geloof, wat God aan het doen is familie bouwen. We zijn niet perfect. Maar we bouwen familie met elkaar. En op het moment dat we ergens anders heen gaan, je neemt jezelf mee en je komt daar ook weer mensen tegen die ook niet perfect zijn. En dezelfde knoppen van pijn en afwijzing worden ingedrukt. Maar ik hoop dat we eerlijke mensen naast ons hebben staan. Die tegen jou zeggen van, hey, weet je draait mee en er gebeuren dingen. En we zijn niet perfect als kerk. Maar, weet je, jij bent ook niet perfect. Soms kunnen we zo naar anderen kijken. Maar we zijn het zelf ook niet altijd. Maar wat we wel doen, hey, weet je, laten we rijk zijn als kerk in vergeving. Waarom? Want je zult het keihard nodig hebben. Waarom? Het is niet altijd makkelijk om met elkaar op te trekken. En als je kijkt naar zoveel verschillen in kerk. Nou, hier in Den Haag wel. In Assen valt het wel mee. Want dan rijdt iedereen dezelfde trekker. En iedereen, nou ja, ziet er ongeveer hetzelfde uit misschien. Maar zoveel verschillen in kerk. Maar laten we als kerk rijk zijn in vergeving. Divergent. Familie bouwen. Dat we dat als kerk doen. En als we dan kort kijken naar one another teksten. Een rijtje. Die ik vandaag op een rijtje heb gezet. Dan zien we. Ik heb het genoemd value. Waardeer one another. Die heb ik bovenaan gezet. Je zou eigenlijk veel meer van zulke rijtjes kunnen maken. Maar dan zou het een hele serie worden. Maar vandaag heb ik een paar teksten erbij gezet. Die heel mooi passen bij waarderen en respecteren. Dat zijn de twee punten waar we het vandaag over hebben. We waarderen en respecteren mensen. En we zijn gastvrij.
En ik heb ze even in één keer genoemd, want ze komen in het woord verder wel terug. Dus ik heb niet echt twee punten. Maar we hebben het over we waarderen en respecteren mensen. En we willen als kerk gastvrij zijn. Maar hoe doen we dat? En als we hier kijken naar waarderen elkaar, dan zie je de eerste eronder, groet elkaar. Een andere one another tekst is practice hospitality, wees gastvrij. Een andere accepteer elkaar. Een andere eer elkaar. En dan de laatste, was elkaars voeten. Nou, dan weet je een beetje hoe deze dienst gaat eindigen. Hè, straks, dus bereid je vast voor. Ga naast iemand zitten waarvan je denkt van, nou, die voeten vallen wel mee. Dus ik geef nog even de ruimte om te wisselen hier en daar. Want dat is wel nodig, ruik ik. Goed. We gaan beginnen bij het begin. De eerste stap. Groet elkaar. Weet je, dat kunnen we nog wel doen. Het is een opdracht vanuit het Nieuwe Testament. Greet one another. Ik weet nog dat ik heb een paar jaar in Brazilië gewoond. En daar was ik bezig om een... Ik was een jonge zendeling. Hè? Ik was bezig om een heel politiekorps te evangeliseren. Zulke dingen doe je als je heel enthousiast bent. En daar wonen wij vlakbij. Dus ik ging er af en toe heen en ging ik een praatje maken met die agenten. En ik ging ze iets vertellen gewoon over Jezus Christus, over geloof. En ik had gewoon heel goed contact met het opperhoofd, zeg maar. De hoogste in rang. En elke keer als ik hem zag, dan gaf hij me een hand en dan zei hij, God bless you. En toen dacht ik, wauw, te gek. Weet je, als je iemand over Jezus wil gaan vertellen en die persoon begint al met God bless you, dan denk ik van, nou, dan maak je een goede start, toch? Dus ik zei, God bless you. En dan keek hij altijd heel raar naar mij, van, oh, oké. Dus we hadden gesprekken. En dat keer op keer. En na een tijdje kwam ik erachter dat hij niet God bless you zei, maar hij zei zijn titel en zijn naam. Dus hij zei eigenlijk, Kabu, dat is zijn titel, en Bless you was zijn naam. Dus als je dat snel zegt, Kabu, bless you. Dus ik dacht van, wauw, weet je, die is gewoon ongelooflijk aan het zegenen. God bless you. Dus zonder dat ik het door had, was ik hem ongelooflijk aan het zegenen. Maar hij was wel enthousiast. Hij stelde zich enthousiast voor, hij groette enthousiast. Weet je, laat dat de manier zijn hoe we elkaar ontmoeten in kerk. Niet monotoon, weet je, of heel oppervlakkig. Maar ik hoop dat als we in kerk komen, waar je ook komt, dat je enthousiast bent over wie je ziet. Hoe verschillend mensen ook zijn. Dat is het verschil. Dat is divergent zijn in kerk. In people, all about people. We zijn niet blij omdat we die twee beste vrienden zien en voor de rest maakt ons niet uit. Het is niet ons eigen klikje. Maar groet elkaar. De Bijbel draagt ons uit. Weet je, in deze eerste stap kunnen we allemaal zetten. Als we binnenkomen, misschien ben je voor het eerst, misschien ben je vrij nieuw. Groet elkaar. Zie elkaar. Sta klaar voor elkaar. Zeg, weet je, dat je blij bent dat die ander er is. Elkaar zien. In de Bijbel wordt hier oorspronkelijk een heilige kus meegenoemd. Ja, nu wordt het spannend. De heilige kus. Waar is die gebleven? Nou, die laten we achterwege. Ook vandaag. Maar elkaar zien in kerk. En niet alleen op zondag. Ook op de Connect. Connect is niet alleen maar die ene avond in de twee weken dat je Connect hebt. Hè? Connect is eigenlijk alles wat daardoor door de week plaatsvindt. En het heeft zijn climax op de avond. Maar op zondag elkaar opzoeken. Door de week geconnect zijn. Elkaar zien, elkaar groeten. Er voor elkaar zijn. Dat is eigenlijk waarvan de Bijbel zegt, hey, daar begint het. Waardeer en respecteer elkaar. Wees gastvrij. De allereerste stap is groet elkaar. Hier zit heel veel waardering al in. De tweede stap die we zetten. Practice hospitality. Dit gaat een stap verder. Dit is elkaar welkom heten. Dit is naast groeten ook op elkaar afstappen. Een paar weken geleden hoorde ik het nog binnen Assen. Een jong stel wat al een paar keer was geweest. En ze zeiden, weet je, tot nu toe, ja, we willen graag mensen leren kennen, maar tot nu toe hebben we na de dienst nog met niemand gesproken. En dat doet het mij pijn. Want ik kan zeggen, ja, eigen schuld, moet je maar naar de welkom langs gaan. Want dan, dat is soms wat je kan denken, maar zo werkt het niet. Weet je, hoe kan het? Weet je, dat mensen een paar keer komen. Weet je, en Den Haag is nog zoveel groter. En dan zit ik al, wauw, weet je, waar gaat dat heen? Maar we willen, weet je, gastvrij zijn als kerk. We willen mensen zien. Dat doe je niet met een paar mensen. Dat doe je niet alleen met het leidersteam. Maar dat doen we als kerk samen, wij allemaal. Dus de Bijbel daagt ons uit. De Bijbel daagt ons samen uit. Om gastvrij te zijn. Practice hospitality to one another. En dat gaat verder dan groeten. Dat betekent dat, weet je, als iemand na een dienst of tijdens dienst, weet je, alleen staat of alleen zit. Weet je, die voelt zich eenzaam, die voelt zich alleen. En hoe raar kan het voelen als jij ergens bent en je bent alleen. En niemand stapt op je af. Dat voelt niet fijn. Maar als iemand op je afstapt, weet je, je stelt je voor en je spreekt die ander. Eigenlijk zorg je ervoor, eigenlijk zeg je van, hey, het is niet omdat het moet. Het is niet alleen een regel. Nee, ik vind het belangrijk dat niemand zich eenzaam voelt in de kerk. En daarom
kijk naar diens om me heen. En weet je, ik wil gewoon nieuwe mensen leren kennen. Ik wil mensen groeten. En een stap verder, ik wil gastvrij zijn. Ik vind het heel mooi dat iemand in Assen een keer kwam. En iemand bij de deur, die zei gewoon van, hey, welkom thuis. Gewoon dat zinnetje. Niet dat dat elke zondag standaard zeggen. Maar dat raakte die ene persoon zo enorm. Dat sinds die tijd, zij is deelnemer geworden. Zij zit in CLC Assen. Maar ze zei van, die ene zin. De hele preek had ik niet meer nodig, Arnoud. Maar gewoon het stukje gastvrijheid, wat ik zo zoek. Gewoon dat ik mag komen zoals ik ben. Dat ik welkom ben. Dat ik gezien word. Weet je, vanaf het moment het voelde als haar thuis. Maar laten we deze opdracht ook uit het Nieuwe Testament. Practice hospitality to one. Goed, klaar om nog een stap verder te gaan. Deze eerste twee gaan nog wel, toch? Maar dan komen we verder en dan wordt het spannend. Accept one another. Dit is nog een stap dieper in familie zijn. En familie zijn is juist heel belangrijk. Want als we hebben over waarderen, waardering uitspreken, waardering ontvangen, dan is de familie is de plek waar dat gebeurt. In je eentje kun je geen waardering ontvangen. We hebben mensen nodig om ons heen die jou af en toe waarderen, gewoon om wie je bent en om wat je doet. Maar tegelijkertijd hebben andere mensen jou weer nodig om waardering uit te spreken. Dat is eigenlijk wat familie zijn betekent. Maar elkaar accepteren gaat nog een stap verder. Dat is ondanks alle verschillen die er zijn. Dat we elkaar accepteren in die verschillen. En we zijn heel verschillend. De een houdt van McDonald's. De ander gaat liever naar Kentucky Fried Chicken. En de ander gaat liever naar Burger King. En wij hebben alleen maar de McDonald's in Assen. Dus wij hoeven die keuze niet, die verschillen. Patricia en ik, weet je, wij zijn zo verschillend. Zij komt uit een hele andere cultuur. Wij eten nooit macaroni thuis. Weet je waarom dat is? Zij houdt van de witte saus, ik van de rode. Weet je, zelfs daarin. Dat, ja, denk je van, kom op, is dat alles? Als dat het is, dan valt het nog wel mee. Weet je, maar weet je, ondanks alle verschillen, ook hier in kerk. Als je om je heen kijkt, weet je, als je in het team meebouwt, in de connect zit, al die verschillen. En toch vraagt de Bijbel van ons om elkaar te accepteren. Weet je, want we zijn niet beter dan ander. Niemand is perfect. We kunnen soms zo makkelijk naar de ander kijken. We kunnen soms zo makkelijk kritiek hebben. En dan zijn we zo bezig met de splinter in het oog van een ander. Terwijl God zegt van, hey, ga even stilzitten, want ik ben met die balk in je eigen oog bezig. Het is zo makkelijk om te kijken naar de ander. Maar de Bijbel daagt ons uit om naast groeten, naast gastvrij te zijn, elkaar te accepteren. Nog een stap verder. Eer elkaar. Dit begint met God eren. Als wij God niet eren, hoe kunnen we dan elkaar eren? En tegelijkertijd mogen we weten dat als wij mensen eren, accepteren en eren, het gaat nog een stap verder, dat we daardoorheen God ook eren. Als wij mensen eren, Dan eren we hem. Maar alles begint met die eerste stap. Hey, ik wil God eren in mijn leven. Ik wil hem centraal zetten. Ik wil voor hem leven. En soms denk ik dat we binnen het geloof, als ons binnen de kerk, te snel gaan naar de succesverhalen alleen. En als het geloof even anders uitpakt als wat ik had gedacht, weet je, dan raak ik teleurgesteld en dan hoeft het van mij niet meer. Als ik er niet eens uithaal wat ik eraan heb, dan denk ik, weet je, wat heb ik er dan aan? Terwijl geloof helemaal niet draait om wat jij doet. Geloof draait helemaal om wat Jezus al heeft gedaan voor jou. Dat is de basis. En nogmaals, waar ik mee begon, eigenlijk is dit precies waar het om gaat. Dat we God eren om wat hij al heeft gedaan. Dat we eigenlijk op dat punt komen met elkaar. En ik hoop dat dat de kerken zijn die we bouwen door het hele land heen. Weet je, dat niks, mijn geloof in Jezus Christus kan veranderen. Ook al verandert alles om ons heen. Ook al bid je ergens voor en het gebeurt niet. Maar dat het rotsvast bovenaan blijft staan. Jouw geloof in Jezus Christus. Maar soms willen we te snel naar de gebedsverhoringen. We willen te snel naar de genezing. En nogmaals, begrijp me niet verkeerd. Ik geloof dat God genezing wil geven, voorziening, alles. Maar soms wil hij in die periode, van dat we het nog niet hebben, wil hij iets anders geven. Namelijk een rotsvast geloof. Want we groeien het meest op de momenten dat we diep zitten. En het is niet dat hij zegt van, hey, blijf nou even lekker zitten, want dan wacht even tot je groeit bent. Nee, maar hij wil jouw Heer zijn, jouw God. Niet alleen als het goed gaat, maar ook als je diep zit. Dat hij dan nog steeds dezelfde persoon is naar wie jij roept. Dat hij dan nog steeds dezelfde God is voor jou, als wie hij was toen het allemaal goed ging. Het is net als met Goede Vrijdag en Pasen. Goede Vrijdag is het sterven van Jezus. En dat vinden we eigenlijk helemaal niet leuk, want we willen zo snel mogelijk naar Pasen. Want dat is de opstanding.
Het kan zijn dat jij op dit moment in een goede vrijdagfase of periode zit in je leven. Dat het gewoon even niet loopt zoals jij had gehoopt. Of dat het niet loopt zoals jij had verwacht. Zorgen die er zijn in je eigen leven. Met werk of met gezondheid. En je vraagt je af, God, waar bent u? Eén ding wat God vandaag wil doen, geloof ik, als we het over people hebben. It's all about people. Weet je, God wil je voegen in een familie. Want je hebt familie nodig om je heen. God wil daarheen, wil jouw geloof bouwen. Dat we een rotsvast vertrouwen hebben en een zeker weten dat Hij er altijd is. Dat we daar nooit aan twijfelen. Dat ook al horen we niet altijd, dat we weten van, hey, weet je, mijn geloof is niet gebouwd op mijn emoties. Of op mijn gevoelens. Of op buienradar om te kijken of ik wel of niet naar de kerk ga. Mijn geloof is gebouwd op Jezus Christus. En ik weet dat Hij er altijd is, er altijd zal zijn en dat Hij niet afwezig kan zijn. Want Hij is de grote Ik Ben. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is het begin en het eind. Dus Hij zal er ook tussenin ergens zitten waar jij nu zit. Maar Hij is al waar jij heen gaat. Daar is Hij al. Hij is al waar je vandaan komt. Hij is de Alpha, de Omega. Hij is de Leeuw en het Lam. Hij is alles wat je ooit nodig hebt. En ik geloof dat dat het geloof is. Wat God aan het bouwen is. Op dit moment, ook in Nederland. Ook in ons als kerken. Dat wat er ook gebeurt. Dat je zegt, God Heere, ik bid en ik voel het niet. En ik zie mensen in aanbidding en ik vraag me af, Heer, hoe kan het? Ik voel het niet. Heer, ik vraag in gebed, ik vraag hierom, maar ik vul zelfs gebedskaart in en ik zie het niet. Heer, maar wat er ook gebeurt, ik zal u dienen tot mijn laatste avond. U, Jezus Christus, u bent mij alles waard. Dat is God eren. En ik geloof als we dat als basis hebben, dan zijn we in staat om de mensen om ons heen te eren. En de laatste stap is dan, was elkaars voeten. Met andere woorden, dienen. We hebben in Assen krijgen wel eens mensen binnen, hier niet hoor, maar die komen binnen en die willen gelijk spreken of die willen gelijk groepen leiden. En dan zeggen we wel eens van, nou weet je, we hebben nog nood bij de kids of bij welkom team. Niet dat dat minder belangrijk is, het is juist belangrijker misschien, want het is dienen. En dan zeggen ze vaak van, nou nee, weet je, dat is niet echt mijn roeping, niet echt mijn gave. En dan denk ik van, wauw. Nee, ik gun het jou om mee te bouwen gewoon op zondag. Waarom? Dat is de mooiste stap die je kan zetten. Jezus zei, wil je de grootste zijn? Was elkaars voeten. Met andere woorden, dien elkaar. Dus mijn verlangen als voorganger is dat jij zo dicht mogelijk bij hem komt. En als jij gelijk gaat spreken, nee, weet je, we maken daar iets heel belangrijks van. Dat is helemaal niet. Of gelijk groepen wil leiden. Nee, begin gewoon te dienen. Want op het moment dat jij dient, ben je zo dicht bij het hart van Jezus Christus. Weet je, en wij zien aan jou dat je bereid bent. Weet je, whatever it takes, ook al is het een paar jaar achter elkaar. Ik wil dienen. Ik wil Jezus Christus dienen. Ik wil graag, ik zie dat de tijd heel snel gaat. Maar de vraag is, hoe divergent ben je? Als we kijken naar deze stappen. Welke stap mag ik zetten? Waarin mag ik groeien? En dat doen we samen. Dit doen we niet alleen maar met een paar leiders. Dit doen we met elkaar als kerk samen. En ik hoop zo, als we het hebben over people, it's all about people. Dat we kijken naar deze stappen. Dat we hierin stappen mogen zetten, keuzes mogen maken. En vaak op het moment dat er iets gebeurt tussen jou en anderen. Frustratie. Vroeg of laat gaat het gebeuren, ook hier in de kerk. Want we zijn niet perfect en jij bent het ook niet. Dat is niet een moment om te zeggen van, hé, ik ga ergens anders heen. Maar er wordt een knop ingedrukt. En het is eigenlijk een lijntje van God naar jou. Hij belt jou even op en hij zegt niet, hé, staat dat team maar uit, want het is toch dikke niks. En weet je, jij hebt het goed hoor. Nee, het is een lijntje van God naar jou. Die zegt, hey, begin te bidden voor die persoon. Waar jij je zo aan frustreert. Waarom? Ik plaats jullie samen in familie. It's all about people. En ik wil dat je voor die ander bidt. Want dan kan ik jou een hart geven voor die persoon. Want datgene of diegene waar jij voor bidt. Daar ontvang jij een stukje liefde voor. Wij zaten in Brazilië, maar wij baden voor Assen. En even later zitten we zelf in Assen. Wij hielden van de stad. Begin te bidden. Weet je, dat is die knop die wordt ingedrukt. Dat is frustratie. Als jij frustreert, mis op dit moment. En je zit een beetje dwars van, wat ga ik doen? Begin te bidden voor die persoon. En als laatste, daarmee sluit ik af. Psalm 133. Dat voegt het eigenlijk, weet je, dat vat het allemaal zo mooi samen. Als we kijken naar deze stappen. God daagt ons uit om een kerk te bouwen die in eenheid samenkomt. Eenheid. En als je Psalm 133 kent, ik lees hem nu in een andere vertaling. Maar misschien ken je hem als een psalm waarin staat van, hey, daar waar broeders en zussen samenkomen, daar gebiedt de Heer zijn zegen. En dat is wat we willen, toch, als kerk? Dat zijn zegen op ons als kerk rust. Als we die samen lezen, zien we hier een paar hele mooie zegeningen in.
Wat is het leven goed en mooi als mensen in liefde met elkaar leven? Iedereen geniet, zoals je geniet van de geur van olie bij een feest in de tempel. Iedereen geniet, zoals je geniet van de dauw 's ochtends op de berg Sion. Want daar geeft de Heer geluk en vrede voor altijd. Hier zie je iedereen geniet. Als wij in eenheid samenkomen, is een plek waar iedereen geniet. Het tegenovergestelde is ook waar. Als wij niet in eenheid samenkomen, weet je, is het juist wrok. Moeilijkheden, onrust, net als in een huwelijk. Als het goed gaat, is het genieten. Als het niet goed gaat, dan is het wauw, weet je, dan is dat de laatste plek misschien waar je wilt zijn. De sfeer thuis is om te snijden. Maar weet je, iedereen geniet. Een ander zegen vet gedrukt staat, er zal zegen zijn. Een andere het verfrist. Een ander daar geeft God geluk en vrede. En als laatste voor altijd. Weet je, als wij als kerk in eenheid samenkomen, dan is het een plek waar mensen worden gered. Voor altijd. Een kerk die impact zal hebben op haar stad. Als er in de kerk geen eenheid is, dan zal er geen wonder zijn. Geen redding. Geen zegen. We verliezen onze kracht. Maar als God de kerk ziet, dan ziet hij een groep mensen die misschien niet perfect zijn, maar die wel proberen om in eenheid samen te komen om te bouwen aan kerk. Ja? Wat als Gods volk zou opstaan, levend in de wereld maar vanuit bijbelse, goddelijke principes? Wat als zij deze zouden toepassen in het dagelijks leven, levend in de wereld, maar vanuit andere waarden? Wat zou het betekenen in ons dagelijks leven, wanneer onze waarden gebaseerd op zijn woord onze levensstijl verandert, ons leven mooier en rijker maakt, onze daden impactvoller maken? Wat zou God kunnen doen door zo'n volk heen? Wat zou de impact kunnen zijn?